Voor Thijs Dallinga was het duel van afgelopen maandag tussen de reserves van FC Emmen en die van FC Groningen een terugkeer op bekend terrein. De jonge spits van FC Groningen debuteerde in 2017 in het betaalde voetbal namens FC Emmen. Natuurlijk is het altijd leuk om terug te komen bij de plek waar je zelfs waar je profcarrière begonnen bent. Dus het was inderdaad leuk om mee terug te zijn. Veel bekende gezichten nog, dus was leuk. Het duel tussen FC Groningen en FC Emmen eindigde in 1-1. Daniel van Kaam speelde tegen FC Emmen op het middenveld en zorgde voor de verbinding tussen verdediging en aanval. Dit seizoen willen we echt voetballen van achteruit. En dan hebben we vaak over een linksspeler. Dus een speler die het verdediging en de aanval zeg maar, verbindt. En naast zo'n speler probeer ik wel te zijn. En die rol probeer ik ook in te vullen. Zeg maar, dat de opbouw via mij gaat en dan die naar de aanval gaat. Dus zo'n speler wil ik wel zijn. Ja. Dat is al vanaf de voorbereiding dat je daarmee bezig bent? Sinds dit seizoen inderdaad werd ik daar op die positie gezet. En ging het gewoon goed. En had de trainer ook vertrouwen gegeven van dit is jouw positie. En we zien ook bepaalde kwaliteiten dat ik op die positie kan brengen. Dus vanaf dit seizoen is dat inderdaad mijn positie. Ja. Vorig seizoen debuteerde Van Kaam in het eerste elftal van FC Groningen in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Daarna zagen we Van Kaam niet meer terug in het eerste. En dus vragen we ons af, wanneer zien we jou weer terug in het eerste elftal? Voor mij natuurlijk zo snel mogelijk, maar ik weet van mezelf ook natuurlijk als ik gewoon die wedstrijd goed speel en op de trainingen laat zien en als de trainer mij ook gewoon vindt dat ik constant ben in de prestaties die ik laat zien op het veld, dat ik uiteindelijk dan ook een kans ga krijgen. Dus ik zou niet weten wanneer dat is, maar ik moet er gewoon klaar voor zijn als die kans er komt. Ook Dallinga wacht op de kans om in het eerste uit te komen. Hij scoorde regelmatig in de voorbereiding op dit seizoen en toonde zo de technische staf van FC Groningen wat hij kan. Ik ben er gewoon realistisch in. Ik weet nu dat Charlie en Kai voor mij staan. Ik ben iemand die gewoon alles geeft en alles laat voor het voetbal. Dus je zult mij nooit zien opgeven en ik zal altijd voor mijn plekje gaan. Ja, we hebben jou natuurlijk wel gezien, ook in de voorbereiding, ook met doelpunten. Ja, voor mijn gevoel heb ik een goede voorbereiding gehad. Dus ik heb er voor mezelf alles aan gedaan om de hoofdtrainer te overtuigen. En dan is het aan hem wat hij beslist.